Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Het heeft even geduurd, maar tada, hij is er. Eindelijk. En jongens, wat ben ik trots. Ongekend. Maar ik sta nu in Bretagne. Het is een beetje regenachtig. Het is een graadje of 16. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat maakt de pret niet druk. Hè? Dit is de tweede week dat ik met deze auto rijd. De eerste week heb ik even lekker gewoon voor mezelf gehouden. Heb ik niks gefilmd. Gewoon even kijken hoe alles werkt en dergelijke. Nu is het wel zo dat ik eigenlijk alles gefilmd heb van deze auto. Qua opbouw en dergelijke. Die video komt nog, dat beloof ik jullie. Maar dat zijn allemaal korte videofragmenten van een half jaar of zo. Dus dat duurt even, dat kost tijd. Dus vandaar dat ik gewoon nu vast deze video opneem. Dan hebben jullie vast een impressie. De rest komt later. Ik sta nu dus in Plestang in Bretagne. En hier moet ik een aggregaatje en dergelijke ophalen. Het zijn gehuurde spullen van een bedrijf. Ik moet terug. Dat ga ik hier ophalen. Het schiet niet heel erg op. Wel minder weer, jongens. Het is niet alles. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar wat ben ik ongelooflijk trots op deze auto. Ik ben er zo blij mee. En tuurlijk zitten er ook minpuntjes aan. Maar dat mag de pret niet drukken. Geweldig is die auto. Nou, het staat er allemaal in. Het is een aggregaat met toebehoren en een of andere pomp. Ik weet niet wat ze er hiermee gedaan hebben, dat zal allemaal wel. Het gaat gewoon retour Nederland. Het is gewoon verhuurd. En dus we gaan nu het zeil dichtmaken en dan gaan we naar de volgende. We lijken weer helemaal verregend. Maar goed, welkom in mijn nieuwe huisje op wielen. Nieuwe casa, weet ik het. Ik ben er heel trots op. En dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Maar welkom. Zo ziet het er een beetje uit. En dit wordt het nieuwe vertrouwde beeld natuurlijk vanuit de cabine. Dus ja, het is allemaal nog een beetje wennen. Maar dat komt vanzelf. Eerst eens een bakje koffie zetten. Nou, ik ben bij de tweede. Nou, mijn haar is helemaal verregend, maar dat geeft niet. En ik sta even te wachten. Ik heb mij net aangemeld. Ik kom hier ook weer retourgoed ophalen. En die mevrouw weet ook niet zo goed wat ik kom doen. Dus we wachten het even af. Nou, het gaat allemaal super snel. Met een verrijker. Vier kistjes laaien. Kijk, ik heb een wat oudere trailer bij me. Normaal in een nieuwere trailer zit allemaal gaten hier aan de zijkant. Dan kun je het allemaal wat makkelijker vastzetten. Dus we hebben maar een kruisje bovenop gelegd. Zo werkt het ook. Maar ik weet niet of ik wel eens verteld heb. Deze trailer heb ik er bijna nooit achter. Maar deze trailer, daar kan ook een zeecontainer in. Kijk, ik ken er twistlocks in. Daarachter ook. En dan kan je hem gewoon... dan kan er een zeecontainer in. Want hier ook. Zal ik jullie even meenemen. Dan zeg ik, we hebben drie van deze opleggers. Alleen dit is de oudste, maar dat geeft niet, die is helemaal opgeknapt. Maar als we hem hier uitdraaien, dan
komt de achterkant van de trailer komt naar buiten. En dan, dan kan je dus iets bredere lading kan erin. Dat is handig. Dus vandaar. Dus ja, deze heb ik er bijna nooit achter. Deze is ook iets lager. Maar goed. Hij is toen opgeknapt met nieuwe zeilen en zo. Dus functioneert nog prima. Nou, het is allemaal geregeld. Nu gaan we naar het volgende adres. Dat ligt net onder Ren. Dus dat is een stukje van 85 kilometer of zo. Dus eerst een lekker stukje toeren. Nou, dit was snel geregeld hier. Kijk, ik heb één baantje geladen. En klaar. Dat is het. Dus helemaal goed. Nou, alles weer geregeld. 10 minuten hier geweest. En nu gaan we terug naar de haven. Dus dat wordt morgenochtend. En dan gaan we daar nog wat laden. En daarna nog wat boven Rouen. Dus ga goed zo. Zo. Even lekker gedoucht. Hebben we dat vast gehad, hè? Hoef dat vanavond niet te doen. Hoef toch alleen nog maar te rijden, dus dat is helemaal prima. Even handdoekje ophangen. En dan kunnen we weer verder. Zo. Ook weer geregeld. We gaan. Mooi, hè, dat dashboard.
Goedemiddag. Soms ben je een vlog aan het opnemen en dat loopt dan niet zoals dat je wil. Ik moest vanmorgen laden in de buurt van Le Havre. Twee klanten. Alleen dat waren chemische fabrieken. Dus dan mag je helemaal niks filmen. Maar ja, het alleen vertellen van hallo, ik heb weer een adresje geladen. Ja, dat is het ook niet. Dus ja, ik heb deze twee adressen geladen en nu ben ik op de terugweg. Dus ja, wat ik nu eigenlijk moet, dat weet ik nog niet zo goed. Ja, daar baal ik altijd een beetje van, want dan klopt mijn verhaal niet meer. Ik wil natuurlijk jullie zo graag mogelijk van alles laten zien. En dat gaat nu niet. Dus ja, dat is een beetje jammer. Ik had trouwens gisteravond wel wat moois. Ik zit in de auto. Het was 11:00. Ik zat lekker een serie te kijken. En ik denk, en het regende. En ik denk op een gegeven moment, jongens, wat hoor ik nou? Ik hoor toch heel duidelijk gesnurk. Dus ik denk, ja, ik ga toch even kijken. Ik loop naar buiten. Mijn buurman, die was in slaap gevallen en of die beste man nou moe was of te veel gedronken had, ik heb geen idee, maakt me ook niet uit. Maar die beste man was in slaap gevallen. Sommigen van jullie hebben dat filmpje gezien op Instagram of op TikTok. Dus ik zet het er hier even bij. Dan kunnen degenen die dat niet gezien hebben ook even kijken. Het was nogal komisch. Die beste man lag gewoon met de deur open te slapen in de regen. Dus ik heb die beste man toch maar even wakker gemaakt om zijn deur dicht te doen. En voor de rest moest hij maar kijken. Maar ja, dat was apart. Maar ja, je maakt het mee. Nou, wat ik nou meemaak, jongens. Ik zit in mijn auto nog. Het is 12:00 s'avonds. Ik denk, wat hoor ik voor gesnurk? Kijk, de buurman is slaapgevallen met zijn deur open, maar het regent. Dus die ga ik even wakker maken. Want dit is niet best. Die is met de deur open in slaap gevallen. Monsieur. Hallo? Monsieur? Hallo? Monsieur. Bonsoir. Vous êtes endormi? Oui. Bonsoir. Vous êtes endormi? Oui. Oui. Cela allez-vous accoucher, hein? Cela appuie. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Nou, ik ben benieuwd of die wakker gaat worden. Ik geloof er niks van. Tenminste, hij is wel wakker, maar ik hoop dat hij zijn deur dicht gaat doen, maar ik geloof er nog helemaal niks van.